duim omhoog als je hem leuk vindt. In deze video zijn we een paar liedjes. Ja. Dus veel plezier met kijken. En ontspan. Goed zo. Heel goed. Heb je zitten en iets opgevangen. Probeer na die laatste hindernis wel te gaan zitten. Hè? Je gaat nu een beetje aan de teugels hangen. Hè? Je bent in iets beter te rijden. Ja, het is wel mooi gereden op die gelosbordjes. Dat is iets rustiger. Heel goed. Dus je komt rustig erin vallen weer. Ik denk dat die voor jou drie gelosbordjes maken, Kim. En voor jullie zou ik normaal twee gelosbordjes. Nou, kijk je nog even voor. Mooi naar voren kijken. En ontspannen. Even niks goed erin. Ja, en weer zitten. Ja, zitten. Hè? En dan niet naar beneden kijken of je er goed op zit. Gewoon voelen. Ja, dat is lekker. En ontspan je hand. Ontspan maar. Ja. Hebben waarschijnlijk. Maar dat komt gewoon omdat ik heel veel spanning opbouw. Jullie hebben zelf gezien dat ik door die oxer heen gevallen ben. En sindsdien ben ik ook spoken en beren aan het zien. En dan stelt Jordi iets voor dat ik eigenlijk bijvoorbeeld al niet zie zitten. Dat alle, het andere vind ik spannend, maar dat rondje vind ik dan, zie ik dan niet zitten. En dan moet ik het eigenlijk ook gewoon niet doen. En dat doe ik toch. En dan gaat het mis omdat ik dan te gespannen raak. Dan raakt Verona gespannen. En dan gaan dingen gewoon mis. Dus dat is niet zo heel handig van mezelf. Gelukkig hebben we dan Gina bij ons die heel prima kan springen en het gewoon over kan nemen. En nu moet ik wel koelen, maar zoals jullie zien, het werkt allemaal wel. Het doet wel een beetje zeer. Iets meer dan een beetje zeer. Maar het werkt allemaal wel. En morgen moeten we even kijken. Gina's body protector wordt in ieder geval gehaald. Dus mocht het allemaal wat op te zetten wat te dik zijn, dan gaat Gina gewoon de cross-training even doen. En dan kijk ik wel toe of zo. Dat kan ik heel prima. En is het niet stijf en moeilijk, dan ga ik morgen het wel doen. Alleen ga ik dan niet dat rondje, dat laatste rondje natuurlijk gewoon niet meer. Dat zie ik niet zitten, dus dan moet ik dat wel willen. En ja, weer wat geleerd. Ja. En we zijn daar waar we altijd zijn. Bij de McDonald's. Tatum heeft haar nieuwe passie in het leven gevonden. Het telraam.
En we moeten nu wachten, want we zijn natuurlijk met heel veel, dus dan duurt het lang. Tatum verveelt zich, dus ze heeft iets nodig, zegt ze. Ze zijn allemaal hongerig. Ze moeten eten, anders vallen ze om. En daarna gaan we ze allemaal in bed stoppen, want ze zijn ook allemaal moe. Ze zeggen wel van niet, maar ze zijn allemaal moe. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. En vergeet niet te kijken of 5 uur dat er nog een video komt van Paardjes Flashdance. Nou, bedankt wel. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.